Goedemorgen. Goedemorgen. LTO trekt de stekker eruit en u baalt als een stekker, volgens mij. Ja, absoluut. Na een kort nachtje slapen is het nog steeds ongelooflijk zonde en betreur ik het zeer dat LTO eruit is gestapt en dat ze het uiteindelijk op het moment suprem niet hebben aangedurfd. Nee, u schrijft in een online reactie dat ze een gouden kans laten liggen. Zou ook kunnen zeggen, laat het kabinet hiermee een gouden kans liggen? Nou, LTO stapt eruit en de onderhandelingen duurden al heel lang en de partijen waren elkaar genaderd. Er waren enorme stappen gezet, zowel vanuit de onderhandelende partijen, maar daar hoort ook het kabinet bij. En als een onderhandeling klapt, ja, dat betekent dus dat ook de druk op andere partijen om verdergaande stappen te zetten, dat het verdwijnt. Dus je laat echt een enorme kans liggen om juist op een vraagstuk waar zoveel partijen mee te maken hebben en waar het echt gaat om perspectief voor boeren, voor het platteland, voor natuur en klimaat. De druk gaat hiermee van de ketel en daarmee vallen partijen vaak toch weer terug in hun oude positie. En dat is echt zonde voor ons land en voor ons platteland. Ja, maar als we bijvoorbeeld kijken naar een tweet van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, die zegt, nou, ik vind het eigenlijk wel logisch dat het geklapt is, want zij tweet, met alleen maar doelen en verplichtingen opleggen, zonder garanties op verdienmodel, geen garanties op langjarig ondernemerszekerheid, vee moeten inleveren zonder dat bekend is hoe de boer verder kan. Wat zegt u dan? Nou ja, als dat waar zou zijn, dan zou die tweet zo gek niet zijn. Maar er zijn hele vergaande concrete stappen gezet. En gisteravond gingen de onderhandelingen zo dat uiteindelijk het helemaal niet meer over de laatste inhoudelijke verschillen is gegaan, maar dat uiteindelijk LTO een gebrek aan vertrouwen had, zoals ze zelf ook zeiden. En dat is gewoon heel erg jammer. De onderhandelingen over een landbouwakkoord zijn ooit begonnen op voorstel van LTO, van Sjaak van der Tak. Johan Remkes heeft het kabinet geadviseerd. En Piet Adema, die dat advies op zijn eerste dag in ontvangst nam, is daar met hart en ziel mee aan de slag gegaan. En daar stonden veel meer dan doelen en intenties in de afspraken. Het ging echt om concrete zaken, zoals maar beloning voor natuur. Ja, betwijfelt u dan eigenlijk dus wat Caroline van der Plas, wat zij tweet, dat niet klopt? Nou ja, kijk, iedereen gaat over zijn woorden. En bij een onderhandeling en bij het sluiten van een akkoord in een polder met zoveel partijen, met zoveel ook verschillende belangen, dan heeft nooit iedereen helemaal zijn eigen wens daarin staan. Maar dit akkoord bevatte veel meer dan alleen maar intenties. En dus als het zou kloppen, dan snap ik dat je niet verder gaat. Maar ja, we waren zo dichtbij echt een goed resultaat voor zowel het platteland, voor boeren als voor natuur. Ja, en in de tussentijd, de opgave voor water of voor klimaat, dat verdwijnt natuurlijk niet. Dus we zullen ermee verder moeten. En daarom hoop ik ook dat we nu de stap vooruit zetten. Maar hoe dan, die stap vooruit? Nou ja, er zijn nog steeds heel veel boeren van goede wil, jonge boeren, die enorm hun nek hebben uitgestoken, NEJK. Andere partijen aan tafel op het gebied van landschap, maar ook ketenpartijen zoals supermarkten. Alles wat is bereikt de afgelopen maanden moet natuurlijk niet als verloren worden beschouwd. We moeten wel vooruit gaan. Maar is een landbouwakkoord, is een landbouwakkoord mogelijk zonder LTO? Nee, het landbouwakkoord zoals we dat voor ogen hadden en zoals Johan Remkes dat heeft geadviseerd, ja, dat is weg in zijn huidige, in de beoogde staat. Maar dat wil niet zeggen dat je nu als een olifant door de porseleinkast allemaal dingen moet opleggen. Je moet natuurlijk daarbij nog steeds de samenwerking zoeken. Want dit is een probleem wat we alleen samen met mensen van goede wil, jonge boeren, supermarkten, banken, natuurorganisaties kunnen oplossen. Pieter Grinwis van de ChristenUnie, dank voor de toelichting. Ja, hij heeft een hoop verteld. Jij noemt het ongelooflijk.